acteurs die plat praten. Soms klinkt het goed. De Bendix gript dan in het vliegwiel en dan Giro staat moordhouder. En soms klinkt het... mwah. Het wordt hoog tijd dat hij naar huis komt. Harry Scholtmeijer weet alles over dialecten. Hij legt uit wie het kan en wie nog even moet oefenen. Eerste voorbeeld. Die ene burgemeester van de reclame. Welkom in Losser. Home of Jona. Ja, we horen hier al een paar dingen. Welkom in Losser. Met een hele dikke L eigenlijk. Typisch voor het Twents. Met een duidelijke Twentse Neder-Saxische O. Home of Jona. Ik vind het redelijk authentiek klinken. Hij overdrijft. Die home of de Joma, dat is wel heel sterk zwaar aangezet. Dus ik zeg toast. Hij zegt toast. Toast. In het Nederlands gaat een O nog wel eens richting de O. Vooral in westelijk Nederlands. Grote, hoge bomen. Maar in Twente is de O nog heel erg gesloten. En daar herken je de Twentenaar ook gelijk aan. Kijk, gezin aan. Daphne Bunskoek. De beentjes van Sint-Hildegard. Ik wil naar Vrije. Geen kind. Wat is het? Denk aan Nul? Nul, ja, dat is het lastige. Dat is een heel aparte, eigenlijk AO of OA omlaut. En dat is iets anders dan een E-achtige klank. Denk aan Nul? Dus ze zit heel dicht bij de E in plaats van bij de A. En de E zit redelijk in het midden. Nul. A zit veel meer, trek je kaak, je tong naar achteren. Dat is niet te technisch. Mooi. Hoi. Leonie te Braak, Erik Dijkstra, de beentjes van Sint-Hildegard. Kom op, Driekes, wie pakt aan? Hé, hey Mark. Hij naar de hoornen gewoon, moet Driekes niet metnemen, hè? Ben je er al vanaf nog zo helder op, Mie? Gloemzellig. Ik vond het heel overtuigend klinken. Die jongen spreekt misschien nog wat meer Twents dan die vrouw. Wat je over het algemeen veel tegenkomt. Dat onder jonge mannen meer Twents gesproken wordt dan onder jonge vrouwen. Zo. Die moeten daar misschien toch meer een knop voor omzetten. Ik zou bijna zeggen, haast natuurlijke manier waarop die sprak. Daar kon ik het wel aan horen. Gros mooi nees kwaal. Herman Vinkers, de beentjes van Sint-Hildegard. Ik vind het echt hartstikke mooi als ze me regelt en organiseert. Maar mens kan er ook te veel van krijgen. Ja, niks op aan te merken. Het is goed Twents, zoals je Gerda uitspreekt. Gerda. Gerda. Net als Gerda. 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 Gerda, alsjeblieft. Heeft u Vinkers wel eens een steek horen laten vallen? Niet dat ik weet. Nee. Dag Gerda. Golden Sex. Daan Schuurmans, volle maan. Als je daarna heel veel nummers had, dan zou je in Amsterdam gaan wonen. Je moet wel vast blijven. Blijven koersen. Ja. Ah, blijven koersen, dat is opmerkelijk. Eigenlijk zou het hulpwerkwoord op de tweede positie moeten koersen blijven. Hansje, pansje, kevertje, die klom is op een hek. Cas Jansen in Volle Maan. Het is van de PlayStation. Ja, maar ik heb het ontworpen. Pak je niet! Hey, hoe gaan dat voor flik dan? Hoe heet dat een flik dan? Die thee weglaten lijkt me niet typisch Twents. Ben je shocker? Het zit me niet op de fucker! Dit is wat... meer jongere taal haast dan Twents. Kan dit gewoon niet. Als je maar stoer praat met veel termen als flikken en dergelijke. Dat is een soort misverstand dat dialect per definitie ruw, onbeschaafd zou zijn. Nou, het IQ is een soort gemiddeld getal. 46 is dus behoorlijk dom. Ja. Ik moest alleen even warm worden. Hoe begin je een nieuw spel? Een beetje typisch wel vind ik dat de zeg maar duidelijk slimme jongen accentloos spreekt. En dat die mensen die kennelijk een IQ hebben van 46, dat die nou juist dat hele platte Twents spreken. Een beetje vooroordeel bevestigend. Maar laten we ook een beetje de zegeningen tellen, dat daar kennelijk toch weer dialect gebruikt wordt. Het is helemaal niet eenvoudig. Als je en weet dat je opgenomen wordt en je moet dan ook nog eens goed dialect praten en je moet onthouden wat er allemaal tegen je gezegd is. Hij kan gewoon niet tegen al die verwachtingen die iedereen hem oplegt. Dat zijn echt de hele begaafde acteurs die dat goed kunnen. Of natuurlijk de acteurs die van huis uit al heel goed dialect spreken. Je moet nog geen plat leren, hij moet goed Nederlands kunnen. Oh, mag er dan later ook geen Frans leren omdat hij goed Engels moet kunnen?